Welkom bij weer een aflevering van 023 Voetbal. Met natuurlijk weer gasten. Dit keer twee fameuze gasten. Weer van HFC. Althans, nog eventjes. De een is Jeffrey Samsin, want die gaat weg. En de ander is Ayan Gargili. En dat is de man die twee keer dit seizoen kampioen is geworden. En dat gaat hij ons allemaal straks uitleggen hoe hij dat gedaan heeft. We beginnen met jou, Jeffrey. Welkom. Ja, dankjewel. Want ik zei nog eventjes, want je gaat weg, hè, bij HFC. Ja, ik ga weg, ja. Na vijf seizoenen. HFC ga ik HFC verlaten. Reden? Ja. Reden. Ja, reden is toch wel dat ik afgelopen seizoen te weinig gespeeld heb. En daarvoor heb ik de moeilijke keuze moeten maken. Om te zeggen van ja, ik ga toch ergens anders kijken. Want bij deze huidige trainer, die het overigens goed gedaan heeft, om voor Luisbouw, dat hebben we natuurlijk allemaal gedaan, maar hij heeft het goed gedaan, kom ik gewoon weinig aan spelen toe. En ik zie niet in dat het volgend jaar verandert. Je wilt gewoon de hele wedstrijd in het veld? Ja, ik wil gewoon voetballen. Ik ben 28 jaar en ik vind HFC een prachtige club. Is ook echt mijn club geworden en ik zou er ook echt willen afsluiten. Maar soms moet je die moeilijke beslissingen nemen en dat heb ik gedaan. Je wil natuurlijk blijven voetballen, dus ik als wil de mogelijkheid er niet in zit, dan is het... Ja, ze wilden wel met me verder. Maar ja, kijk, als je afgelopen seizoen analyseert, dan heb ik niet meer dan twee wedstrijden achter elkaar in de basis gestaan. En dan merk je gewoon dat je het vertrouwen niet krijgt van een trainer. Ja, dan moet je gewoon voor jezelf kiezen, hoe hard het ook is. Maar begrijp je het? Begrijp ik het. Zal ik je helpen? Ik begrijp het niet. Nee. Want als jij erin staat, dan is het toch, ja, het floreert. Ja. En als je erin kwam, die aantal wedstrijden dat je erin kwam, werd het opeens toch veel gevaarlijker. Ik denk ook dat de concurrentie op het middenveld is wel het grootst bij ons, als we de linies bekijken. En ik denk ook zeker niet dat ik onderdoe onder de spelers die daar nu spelen. Daarom is het ook moeilijk te verkroppen dat je zo weinig speelt. Maar ik snap ook aan de andere kant de trainer wel. Die heeft op een gegeven moment, je hebt toch een heel nieuw team. Er zijn volgens mij, ik weet niet hoeveel nieuwe jongens, noem ze een getal, ik denk 8 nieuwe jongens. Ja, in het begin heeft hij toch wel, hebben we toch wel moeite gehad om een team te formeren. Wat is nou het beste elftal? En uiteindelijk is er toch de keuze gevallen op een wat verdedigendere ploeg. Je ziet Timmy Zeewijs gehaald eigenlijk voor de rechtsback of achterin centraal. En die speelt nu op het middenveld eigenlijk. Dus en de trainer houdt dan daarom vast als hij een wedstrijdje wint. En dat heeft hij eigenlijk het hele seizoen volgehouden. Ondanks dat ze soms, ik zeg ze, maar wij, dan af en toe drie weken achter elkaar verloren. Liet hij toch staan. Nou ja, dat is ook wel goed voor een team, voor een elftal. Voor vertrouwen. Om vertrouwen te kweken, dat snap ik ook wel. Maar ja, als je net buiten de boot valt, is dat behoorlijk frustrerend. Vooral ook als je denkt van, ja, wat zij kunnen, kan ik ook. Hoe ben je aan die club gekomen? Ben je benaderd? Of? Ja, ik ben inderdaad benaderd. In het begin al. En toen, dat was vrij vroeg. En toen heb ik het nog even afgehouden. Omdat ik nog niet zeker wist wat ik nou wilde. Misschien toch nog bij HFC blijven. Of... Mm-hmm. En uiteindelijk kwam er toch niet echt wat op mijn pad. Waarvan ik dacht van, nou, dat wil ik echt doen. En OFC sprak me wel aan. Omdat ze ook echt daadwerkelijk kampioen wilden worden. En als je dan bij een teamspel dat kampioen wil worden. Dan voetbal je veel. Dan ben je veel aan de bal. We krijgen ook een goede ploeg. Een heel aantal spelers ken ik ook. Dus dat spreekt me wel aan. Ik denk dat dat ook beter bij me past dan het degradatievoetbal wat we eigenlijk dit jaar gespeeld hebben. Op één punt na zijn we in de na-competitie ontlopen. En het is een ander soort spel eigenlijk dan ik daar ga spelen, denk ik. Ja. Je komt terug, hè? Ik heb gezegd dat ik terugkom, ja. En ik vind de HFC een prachtige club. Dus mochten er dingen veranderen, dan ben ik altijd bereid om terug te komen, ja. Het zou het snel doen. Ja. Dat lijkt me wel verstandig. Heeft geld een rol gespeeld? Geld? Nee, zeker niet. Nee. Absoluut niet. Voetbal staat bij mij echt vooraan. We gaan even naar onze tweede gast, Ayan Gargili. Hoe is het mogelijk, Ayan, twee keer in het seizoen kampioen te worden? Ja, ik weet niet. Ik doe gewoon wat er van mij verwacht wordt. Ik train ze en ik denk dat ik goed ben in een groep, in een team maken. En ik heb met hun afgesproken, begin van het seizoen,
Wie zit daar afvallers van onder 19 1 zaterdag. En ik heb nu over de zondag A1. Mm-hmm. Of 19-1. Ik zeg, we zitten hier nu met z'n allen. En degene die geen vertrouwen in mij heeft of geen vertrouwen in zijn teamgenoot heeft. En als hij denkt dat hij niet kampioen gaat worden, nou, dat is de deur. Toen hebben ze allemaal zitten. Toen maar. Nee, dat was er een die opstond, toch? Ja, maar die kwam weer terug. Ja, ja. Maar die wat deed je? Want hij zei, ja, ik doe het niet. Hij zegt, hij was teleurgesteld. Hij was een tweedejaars. En hij liep gewoon op en weer terug. En ik zeg, wat is er? Ja, ik heb maar bedacht. Zeg maar, zit er nooit meer in schijntjes uit. Of uit, proberen we mij. En toen is het echt een team geworden. En ik heb het al eens vaker gezegd. Als trainer ben je gewoon amateur psycholoog. Weet je. Je bent alleen maar met ze bezig om ze ei over een bol te geven. Nee, je voetbalt nog steeds. Hoe lekker is het als je goed gespeeld hebt, dat je het ook hoort van je trainer. De rest interesseert eigenlijk helemaal niks. Of het je vriendin is, of je buurman, of iemand van een krant. Het maakt helemaal geen reet uit. Het gaat alleen maar dat je trainer zegt, je hebt het goed gedaan. Of dat je het gevoel krijgt dat je het goed doet. En ik heb ook wel eens soms dat ik denk, nee, dat kan echt niet wat hij doet. Wat stel je met die onder 19-1 op zaterdag? Of op zondag, sorry. Als klasse of als systeem? Klasse. Hoofdklasse was een eerste jaar. Als hoofdklasse waren gepromoveerd. En meteen door. Dat was uniek. Het is best moeilijk om uit zulke klassen te komen. Net zoals bij seniorenvoetbal. Ik denk dat uit de derde en de vierde klasse komen is ook heel moeilijk. En daarna valt het eigenlijk wel mee. Want daarna wordt er meer gevoetbald. En als je dan een voetballende team hebt, dan is het veel makkelijker voetballen. Dus je gaat nu naar... Ik ga nu naar de vierde divisie. Ongelooflijk, hè? Dus, maar het klinkt een beetje arrogant, maar we worden ook kampioen. Lekker, Jan. En als hij dat zegt. Ja, als je die bucketlist van hem bekijkt, hij heeft gewoon gezegd dat hij zijn carrière wil beëindigen als hoofdtrainer bij Fenerbahçe. Ja, dus, na eerst bij Ajax gezeten. Ajax, Feyenoord, wat was het? Madrid? Er was nog eentje. Real Madrid, Fenerbahçe en AS Roma. Ik vind het mooi, hoor. Tot nu toe maak je alles waar. Dus, als ik in Fenerbahçe zit, dan heb ik het echt waargemaakt. Ja. Real Madrid maakt me dan nog niet eens zoveel uit. Maar mijn familie is ook allemaal Fenerbahçe. Het is gewoon een droom. Voor mijn familie ook. Voor mijn opa, oma, vader. Ja, er gaat nu nog een trainer weg, maar dat is te vroeg. Nou, maar ik zou het nu niet over willen nemen. Nee, dat is echt een rotzooi. Dat is veel. Dus, dat is... ik heb ambitie en ik kijk wel waar het strand. Nou, ik vind het geweldig om zo'n ambitie te hebben, hoor. Dat je het echt heel duidelijk voor jezelf ook kunt uitlijnen wanneer je waar gaat spelen. Dat vind ik heel knap. Je bent via verschillende clubs bij HFC terechtgekomen, hè? Kun je een beetje ik heb de B1 van Amuiden getraind. Dat was meer een vriendenteam. Toen HBC, ook kampioen. Onze gezellen, 2 jaar, ook kampioen 2 keer. En toen kwam ik bij HFC. Er was een probleempje in de onderbouw. De trainer die weg moest. En vroeg ze of ik het wilde overnemen. Dat zei ik eerst, liever niet. Dat had twee redenen. Eén reden was, vroeger als ik de HFC voetbal, dat ik daar een bepaalde beeld over. Zeker van wat een kaktezooi. Ja. Inderdaad. Ja, dat is een hele fout, hoor. Ja, maar dat heb ik dus gemerkt. Ja. En, dus daar ben ik ook op teruggekomen. Dan wil ik het ook hier zeggen. Nou, heel goed. En die kleine kinderen is allemaal leuk. Maar ik wil toch even een keer schreeuwen ook tegen ze. En ze iets niet goed doen. Maar heb ik toch wel gedaan. En daarna hebben ze me beloond met onder 19. Dus ik doe nu de tweede hoogste team. En... ze hebben me beloond en ik heb ze niet laten vallen, denk ik. Je hebt ook een jonger team kampioen gemaakt? Ja, het is onder 10-1, of onder 10-2. Die heb ik er dan toch wel bij gedaan. Om ze dan niet... Want anders, als ik dat ook niet ging, was er weer een probleem in de onderbouw. En ik denk, zij helpen mij nu of ik krijg een beloning, ik doe dit erbij. Ja, erbij klinkt een beetje erbij, maar zo bedoel ik het niet. Wat ik daar wel, dat zie je wel weer bij dat soort jongens, als je in het begin van de seizoen kijkt en nu, dat ze echt stappen maken. En dat vind ik, dat is dan wel weer een mooi beeld. Je hebt nu een jaar HFC gehad. Kun je mij uitleggen waarom al die teams zo draait goed draaien?
Ik denk dat ze zijn begonnen bij HFC van, in de jeugd met goede trainers. Dat ze eigenlijk hebben gekozen voor iets duurdere trainers of iets betere trainers met papieren. Zijn iets wat duurder. En daar vandaan zijn ze gaan bouwen. En ik denk persoonlijk dat er in de komende 4-5 jaar dat er gewoon 5-6 jongens basisspeler gaan worden bij het eerste. Als ik het zo dit jaar maar twee, hè? Nou, die worden geen basisspeler, nou ja, maar die gaan erbij. Ja. Maar als je kijkt, en ik denk ook dat Gert-Jan Tamer is nu hoofdjeugdopleidingen. Ik zit er echt kort op. Je hebt Frank Korpershoek, is gewoon een goede trainer. Fijke Prins C. En ze hebben nu die Kelly, die ook kampioen is geworden. Ik denk dat wel je draad is om wat te bereiken. En dan heb je natuurlijk Edward Metgod. Die ondanks de drukke baan bij de KNVB nog de A1 doet. En ik denk dat dat wel wat in beweging brengt bij HFC. Je zo'n verhaal hoort, Jeff. Geen zin om trainer te worden? Ik ben het even geweest ook bij HFC. Jullie praten over onder 9, maar toen was het nog E2. Ja, dat mag hoor. Dat begrijp ik ook beter. Ja. Onder 9 is blijven altijd rekening. Snap het ook allemaal de toekomst. Maar goed, dat vond ik hartstikke leuk. Ik denk samen met Jaap Smelik, sponsor, meewint. En je krijgt daar zoveel voor terug. Ze komen nu nog naar me toe en zeggen van hoe leuk ze het vonden. En dat jaar zijn we niet kampioen geworden, denk ik. Maar wel heel goed voetbal, gewoon Catenaccio, inzakken, lange bal. En een grapje. Ja, dat is een grapje. Dat was een leuk grapje, maar jullie lachen niet. Luisteren ze wel? Catenaccio, inzakken. Hij een inzakker. Nee, maar ik krijg van die jongetjes zoveel terug. Ze kwamen elke week kijken. Ik zie bijvoorbeeld Daniel, die nu in de... Die lange donkere jongen zult nu achterin in de heb je het tegen? Ja, C. In de C. Onder 15. Onder 15. Aanvoerder. Aanvoerder, ja. Die zag toen al, vond ik echt fantastisch goed spelen. En hoe die nu de lucht in gaat. En ik weet niet hoe die het nu doet. Ook goed. Ik hoor wel eens van hem, ja. Heel goed. En dat is gewoon prachtig eigenlijk. Maar, kijk, ik heb ook gezegd. Ik heb toen uiteindelijk na dat jaar heb ik het niet meer gedaan. Omdat ik ook nog andere dingen had. Ik had nog voetbal. Daarnaast werk ik fulltime. En ik heb nog mijn eigen bedrijfje daarnaast, dus dan kom je net even. En een vriendin natuurlijk. Dat kost ook tijd, Jos. Ja, heel dat tijd. Begrijpen we ook allemaal. Dat hebben we gezien. Hartstikke leuk. Allemaal gezien. Ja, maar dan heb je alleen nog de zaterdag of de zondag vrij. En op een gegeven moment moet je keuze van maken. Maar als een van die drie afvalt, dan zou ik... Straks is het uit. Nee, daar zeg ik drie, hè. Daar zeg ik drie. Die vier heb ik niet ook. Aan Jan weet er sowieso raad. Nee, maar dan zou ik het echt heel leuk vinden. Want ik vind het superleuk om te doen, ja. Eén raad, want ik heb het nooit gedaan omdat ik altijd op het veld wilde staan. En ik mis het nu. En ik verdien de helft van hem, hè. Dus, Ja, maar je hebt een goed zak, hè, niet? Ja, dankjewel. Nou, oké. Hey, OSV, vertel eens. Wanneer beginnen jullie? OFC. Oh, sorry, OFC. Ook ja, wij beginnen 1 juli. 1 juli. Volle bak gelijk. Vertel. Dat is behoorlijk vroeg. Ja, zeker behoorlijk vroeg. Maar ze willen ook kampioen worden. Dus waarschijnlijk denken ze van vanaf het begin af aan kort erop. Wedstrijden winnen. Ja, en natuurlijk heel veel nieuwe jongens ook. Dus dan moet je de groep ook snel bij elkaar hebben, denk ik. En, ken je al die gasten die daar spelen? Niet al die gasten, maar ik ken een heleboel. Marijn Sterk, vroeger bij Ajax meegezeten. Die zit er al heel lang overigens. De keeper, Atom Karoglu. Heb jij ook nog mee gespeeld, Ayan, bij Turkiyespor. Opoku van Edo, die rechtsback. Ja. Komt van Quick Boys vandaan. We hebben Edip Begiroglu van Edo naar AFC gegaan. Ja. En nu weer terug naar OFC dan ook. Glenn? Glenn van Zolingen. Nee, die is naar Zwift. Donnie, Verdam natuurlijk. Tjoranjoek. Daar heb ik ook steeds contact mee gehad. En, dus een half HFC-team eigenlijk. Die hebben me ook overgehaald inderdaad. Om, uiteindelijk... Dus het is realistisch om kampioen te worden? Het is zeker realistisch, anders ga ik er absoluut niet naartoe. Maar geef eens antwoord op deze vraag. Een half HFC-team? Half HFC-team? Ja. Donnie en Tjong en jij. En... Het zijn er heel wat. Ja, misschien komen we ook met z'n allen weer terug. Wie zal het zeggen? Dat zou hartstikke mooi zijn. Nou, als ik train, dan neem ik er niet terug.
Dat is een goeie. Jeffrey zegt tegen jou, daar heb jij ook tegen. Wat heb jij gevoetbald dan? Ja. Ja, we gaan even terug. Het is een tijdje geleden. Jong begonnen bij Storevogels. Het was toen echt een grote, goede club. Mm-hmm. In de jeugd vooral. Maar volgens mij is dat nu echt weggezakt. En toen werd het uiteindelijk de Elster Storevogels. Kielspoor, je hebt Utrecht stuur, Kielspoor. Uiteindelijk heb ik afgebouwd bij ABC en OG. Dat weet ik nog wel. Ik ben nog een keer naar terug naar Storevogels gegaan. Ik dacht, nu is het klaar. Maar niet, toen ging ik toch nog naar ABC. Omdat ik daar het team kon trainen en mijn trainingspapieren kon halen. Ik heb er in ieder geval niet voor geleefd, zal ik het zo zeggen. Ik was van andere dingen leuker. Maar mis je het spelen niet? Ik ga volgend jaar, sta ik op de lijst. Bij de veteranen? Nee, bij zaterdag AFC. Oké, dat is leuk. Dat is nieuws. Dan moeten we even kijken hoe dat loopt. Ik moet ook gaan trainen. Zal ook wel vragen of je een tweede wil dan. Ja, zondag. Ik ben nog steeds op zoek zondag om het team te trainen. En een derde of een vierde klasse, dus op zondag wil ik eigenlijk nog niet benut of volmaken. Maar je bent vrij voor de zondag? Ja. DSOV? Het zou gek zijn als je het niet doet. Ja, en dat is wel leuk. Als DSOV is rijden. Club, hoor. Vaak tegen voetbal. En volgens mij heb je nu een halve dag vrij in de week. Jonge ploeg houden, of niet? Ja, erin, hè? Kijk, wij trainen met A1, of A2 wordt het nu dan, omdat het op zaterdag gespeeld gaat worden, best vroeg. Dus ik kan gewoon dat erbij doen. En op zaterdag hebben wij de wedstrijd. Stel je voor één dag vrij hebt, dat kan natuurlijk niet. Nee, ik heb geen vriendin of ik heb geen andere dingen. Ik heb alleen een dochter en daar besteed ik mijn tijd de andere dagen. Geweldig hoor. Dat is geen tijd voor vriendinnen. Hoef ik niet. Hij heeft in het verleden gedaan, hoor ik. Precies. Jij zegt net gelijk vol erop, 1 juli. Hoe ziet het eruit dan in die eerste maand? Eerste maand, wat ik vlug even gezien heb, is de eerste week 5 tot 6 keer in de week trainen. En we hebben nog wat wedstrijdjes. Dus helaas stond er geen Koninklijke AFC bij. Dat vind ik wel jammer, vriendschappelijk. Komt dan wel. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. Maar we spelen heel veel vriendschappelijke wedstrijden in die maand al. Tegen Jos Watergraafsmeer, wat me nu even voorbij schiet hoor. Arnhemse ploeg nog, volgens mij Lisse nog. Maar vooral heel veel trainen. Maandag, maar 6 keer woensdag, in de week vijf, trainen. Keer trainen. Dat is behoorlijk zeg. Ja. Dat is heel veel. Ja. Ja, dat is pittig, maar ja, we gaan het zien. Gras of kunstgras? Nee, kunstgras hebben ze daar. Dat is helemaal erg als je 6 keer moet trainen in de juli. Ik weet nog niet hoe het eruit ziet. Het kunstgras, in het verleden was het wel heel oud. Ik weet niet of ze nu een nieuw kunstgras hebben. Maar... Nou, 5-6 keer trainen in de week op kunstgras, dat wordt behoorlijk zwaar. Dat is wel pittig, ja. Maar misschien train je het Twiske is vlakbij, dus misschien daar het bos in of een ander veld. Dat heb ik in het verleden bij AFC ook gehad. Dus trainen bij buitenvelden, dat was wel een heel mooi grasveld. Dat bij AFC nog niet kon. Maar misschien doen zij dat ook. Ik denk wel dat ze rekening houden, want er zit wel een goede fysio en een looptrainer. Paul Smelt heeft in het verleden heb ik er ook mee gewerkt bij AFC Haarlem. Dus ik denk dat ze daar wel goed rekening mee houden. Maar je hebt er zin in? Ik heb er zeker zin in, ja. Ja, enorm veel zin in. Geweldig. Ah ja, de hele KNVB-affaire. Laten we positief beginnen, namelijk met de nieuwe indeling voor de jeugd. Ben je het mee eens? Nee, weet je, ik denk aan de ene kant denk ik tenminste dat die kinderen vaak de bal moeten hebben. Maar ook nu denk ik dat weer de goede voetballers vaker de bal gaan hebben. De bloemetjesplukkers blijven bloemetjes. Ja. Kijk, het enige nadeel wat ik vind aan deze nieuwe speelvorm is materiaal. En ook dat er geen scheidsrechter is. Ja, nou, nu hebben ze geen scheidsrechter en een jaar later krijgt ze in één keer een man met zo'n zwarte pak aan. En denken ze, wie is dat dan? Ja. Jos? Ja, ik denk niet dat het slim is. Met Frans Tijman hebben we besloten om sowieso geen scheidsrechter te leveren. Het is gewoon onmogelijk. Als je die jongens opleidt met de eerste jaar C, hoe dat ook heet tegenwoordig, dat wordt gewoon ondoenlijk. Maar we dienen het veld in kwartjes indelen. En dan 6 tegen 6, 4 tegen 4 en dan denkbeeldige lijnen, die zullen dan misschien gevormd gaan worden door ouders. Die doelen die overal komen te staan. De AFC moet, al die clubs moeten investeren in nieuwe doelen.
Maar dat is al doorgezet. Het moet weggezet worden. Wat zeg je? Dat is doorgezet. Ja, het is doorgezet, het gaat door. Maar AFC, wij leveren geen scheidsrechters. Nee. Wij doen het niet. Maar dat hoeft toch ook niet? Er zijn geen scheidsrechters. Nou, er is sprake van dat het eigenlijk wel zou moeten. En dat er een spelbegeleider moet komen. Dat moet dan eigenlijk een ouder worden. Wat is het verschil tussen een spelbegeleider en een scheidsrechter? Dat moet je de AFC vragen. Dat moet je aan de KNVB vragen. Een spelleider, dat kan dus een ouder zijn die een klein beetje iets van het voetbal af weet en die af en toe even mag fluiten, maar echt een scheidsrechter zoals wij ze opleiden, die zijn eigenlijk weer niet gewenst. Onder 9 en onder 10 op dit moment hebben ook vaak een vader of een broer. Ja, oké, maar je kunt je voorstellen als je dat veld in 4 gaat indelen en je krijgt 4 tegen 4 of 6 tegen 6. En wat ik net al zei, die denkbeeldige lijnen die zullen gevormd moeten worden door pionnen. De doelen die in elkaars veld staan. De investeringen die alle clubs moeten gaan doen. In het begin zal elke ouder eraan meewerken om die doelen van het veld te halen enzovoorts. Maar na een paar weken is dat allemaal verdwenen. Maar dat vergis je al en die gaan in het begin ook niet helpen. Nou, ik geef het één week kans en dan is het afgelopen. Ik denk dat het gewoon heel erg moeilijk wordt. En als laatste vind ik eigenlijk van dat balcontact waar iedereen het over heeft in het Johan Cruijff straatvoetbal. Ik vind het allemaal geweldig, maar dat moet je tijdens een training leren. Ja, maar dat doen we toch al? Ja. Ja, maar dat komt er niet in de wedstrijd al. Ja. Jij ook? 4 tegen 4, 6 tegen 6, 5 tegen 5. Ja. En 9 tegen 9 dan? Is dat ja, die klasse, ja, dat gaat wel door. Dat gaat wel door. Dat is wel. Dat vind ik wel top, hè? Moet een van de favoriete trainingsonderdelen bij de kinderen is 2 tegen 2. Dat vinden ze prachtig. Twee man klaarstaan, paas en druk zetten. Daar leer je druk zetten. Spittig. En dat vinden ze enig, jongen. Dan gaan ze erop, man. Dat is fantastisch. Echt. Dat is voor die omschakeltraining ook leuk. Ja. Dat is niks voor ons, maar dat ze dan zeg maar aanvallen en dan meteen weer terug om weer te verdedigen. Dus elke keer vinden ze ook leuk. Prachtig, ze vinden het ook heel leuk, hè? Dus, maar ik vrees het ergst hoor. Want, die omschakeling in het jaar daarna ineens naar het grote veld en wat je zegt, dan ineens scheidsrechter erbij. Wat doet die man in het zwarte pak? Ja, aan de andere kant, ze zijn ook 37 jaar geleden in één keer overgestapt van wat ze nu doen. En toen hadden ze ook allemaal een grote mond. En nu weten we niet beter, dus laten we het afwachten. Ik weet het niet. Kijk, als je een jaar of 10, 15 geleden keek, ik geloof dat ik er wel eens eerder heb aangekaart. Dat ouders langs de kant stonden te schreeuwen. En met name de ouders die als eerste binnenkomen bij een club die nog helemaal niet de normen en waarden van zijn club kennen. Die beginnen meteen weer te schreeuwen. We hebben dat jaren geleden geprobeerd dat eruit te krijgen, mede door het invoeren van die verplichte scheidsrechtercursus. Dat gaat goed, nou wordt er weer teruggedraaid. Dan komen daar weer nieuwe ouders. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Of we weer datzelfde gedoe krijgen. Het blijft toch bizar, hè, die ouders langs de lijn. Het is ouders sowieso, hè. Ik vind dat ouders, want ik heb bij verschillende clubs getraind, overal hebben ouders invloed. En overal zijn de besturen bang voor de ouders. En ik vind dat echt belachelijk. Kindje mag voetballen, maar je bemoeit je er niet mee. Ja, maar ik hou elke keer, elk seizoen voordat de competitie begint, een bijeenkomst met ouders. Ja. Dan zeg ik ook, ja, wat jullie vinden, prima. Ja. Maar ik heb niks met jullie. Nee, precies. Heel goed. Dus, dat is heel duidelijk. Ja. En ik heb ook zo zou iedereen het moeten doen, hoor. Nee, dat is prima. Als je het zo duidelijk stelt, is dat uitstekend. Weet je niet wat ze doen. Dus ze kunnen het een beetje nors vinden of raar vinden. Ja, ik ben liever duidelijk dan dat ik achteraf een gezeur krijg. Ja. Jeff, en? Je zult hem missen. Zeker. Maar, wat vind je hiervan? Scotch whisky. Wat vind ik daarvan? Ja? Ja, daar hebben we niet mee gespeeld, toch? Nee. 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 En hoe vind je dat? Hoe vind ik dat? Ik vraag het je omdat wederom het beroep van HFC is afgewezen door de Kamer. Oh ja? Ja. Oké, dat heb ik niet. Maar ik heb wel nieuws voor je. Deze fantastische sponsor blijft wel bij HFC voor een tweede jaar. Dank, dat is mooi nieuws. Dat is heel, heel zeker mooi nieuws. Ja. En als u kijkt en u vindt dat wij het hier leuk doen, sponsor ons ook maar dan. Dat lijkt zou wel moeten. Dat moet er toch bij in zitten eigenlijk? Sponsorship eigenlijk. Want jullie gaan volgend jaar ook in het clubhuis. Nee, dat is het voetbal in Haarlem. Oh, die knippen daar. Ja. Maar daar hebben we gaan niet knippen. Daar hebben we samenwerking mee. Dus samenwerking, we gaan nog even kijken hoe dat allemaal gaat. Nauwe samenwerking? Of? Heel nauw. Oké, wat vind jij van die affaire aan Jan? Nou, ik denk dat Scotch Whisky de enige is die er hard om kan lachen. Ja, die is vrouw meer voor 5 jaar terug. Dat is sowieso, ja. Wat voor PR wil je nou nog meer? Precies, ik denk dat die AFC ook een boete gaat, die blijft staan, neem ik aan.
Nou, als ik die man was van Squad Whisky, zou ik zeggen, hier krijg ik nog wat bij ook. Hij heeft er mij een slechte klant hoor, want ik drink alleen maar whisky. Dit is investeren. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Maar oké. Jongens, zeer veel dank voor de komst naar onze studio. Jullie ook bedankt. Geweldig. Dit was weer een aflevering van Voetbal 023 Voetbal. Kijk er met plezier naar terug. Hartstikke leuk. En tot de volgende keer weer met spannende gasten. Dank u wel voor het kijken.